Cryptomunten horen in het casino. Goeiedag, dit is DFT Vandaag. Vandaag met Martin Visser en zijn column Visser vindt. Martin, de cryptomunten. Je bent er geen fan van. Wat zit je dwars? Nou ja, ik vind het prima dat mensen geld in de bitcoin en andere cryptomunten willen steken. Maar ik hoop dat iedereen zich blijft realiseren dat het ongeveer hetzelfde is als naar het casino gaan, als gokken. Ja, het is natuurlijk niet echt een munt, het is geen echt betaalmiddel, het is eigenlijk ook geen echt beleggingsproduct. Ja, en soms lijkt het wel als de voorstanders van de bitcoin willen doen alsof dat wel zo is. Wordt het te serieus genomen? Nou ja, in die zin wel. Het argument dat vaak door de believers wordt geopperd is... ja, nee, maar we investeren eigenlijk in de technologie daaronder. Nou ja, dat zal allemaal wel. In de blockchain, dat zal allemaal wel. Maar de meeste mensen gaat natuurlijk om de snelle winst. De koersen gaan zo snel op en ook weer neer. Nou, nu voor het weekend bij de bitcoin ineens... hupsakee, $1000 erbovenop, alsof het niks is. Niemand weet hoe het komt. Ja, dat maakt het heel riskant als belegging en geeft ook aan... Ja, dat het geen onderliggende waarde heeft. En dat moet je wel realiseren als consument. Vind je het eigenlijk gewoon gevaarlijk? Nou ja, het kan dus wel gevaarlijk zijn. Het blijkt dus nu, er was AFM-onderzoek, Autoriteit Financiële Markten... waaruit blijkt dat Nederlanders nog redelijk nuchter zijn. Bijna 70% van de Nederlanders die er geld in steken houdt onder de €1000. Nou, dat lijkt me heel verstandig. Is het spielerij. Ja, en als je dan het geluk hebt dat je dat doet op het moment dat de koersen nou enorm omhoog gaan... Nou, dat is alsof je de fruitautomaat leeg trekt. Nou, hartstikke goed. Good for you. Maar goed, het gaat ook heel vaak de andere kant op. En als je met hele grote bedragen doet, dat komt ook voor, is dat heel erg gevaarlijk, ja. Ja, je zei het al even, hè? Kort geleden ging de bitcoin enorm omhoog. Onverklaarbaar. Is er echt geen enkele aanwijzing voor waarom dat zo is? Nou ja, natuurlijk, ze zijn natuurlijk schaars. Het is alsof je consumptiebonnen koopt die je alleen met heel veel moeite eerst zelf moet kunnen minen. Met je dat idee. En dan worden ze schaars en we maken ook elkaar wijs van ja, deze consumptiebonnen, dat gaat het helemaal worden in de toekomst hoor. Je moet ook zo'n consumptiebon kopen. En dan gaan mensen denken van ja, die consumptiebonnen, dat zijn wel bijzondere dingen hoor. Die moet ik ook echt hebben, want ja, daar ga ik toch heel rijk van worden. En zo krijg je een soort psychologisch effect. Het is ook een beetje een piramidespel, hè, waarbij de mensen die ze al hebben er belang bij hebben om andere mensen ook zo gek te krijgen om ze ook te gaan kopen. Maar het grote verschil met een munt waar een economie van een land onder zit of een aandeel waar een bedrijf onder zit, is dat de cryptomunten hebben geen onderliggende waarde. Dus het is wat de gek ervoor geeft. En dat verklaart die enorme uitschieters. Dat maakt het super spannend. Net als in het casino, misschien ook wel hartstikke leuk. Interessant om te ontdekken als nieuwe technologie, maar verder geen serieus te nemen belegging. Dus het zou ook nooit een vervanging voor de bank kunnen zijn? Nou, ik denk het niet. Kijk, die technologie eronder, die blockchain, dat wordt door heel veel partijen natuurlijk nu uitgeprobeerd. Wat je daar allemaal mee kan, nou, de toepassingen lijken daarvoor heel breed te zijn. Dus mogelijk dat een concurrentieaspect gaat zijn voor allerlei dienstverlening. Maar die munt als zodanig. Ja, ik ben blij, eerlijk gezegd, dat ondanks alle skepsis tegen centrale banken, dat er iemand nog regie houdt over onze munten. Hij is zoiets als een bitcoin dat alle kanten opstuit. Ja, ik wilde mijn boodschappen niet meer betalen. Is er dan niks goed aan zo'n munt? Daar moet ik heel diep nadenken. Maar, nee, natuurlijk is het een hele interessante manier om dit uit te proberen als experiment. Maar toch, ook dat zei AFM weer, het is de grootste ongereguleerde markt ter wereld. Het is ook bijna niet te reguleren, want wat is het eigenlijk? Het is internationaal, het is mondiaal. Ja, het heeft ook wel iets goeds. Het is goed om ermee te experimenteren. Maar het neemt wel enorme proporties aan. En het heilige geloof moet er ook een beetje af. Want dat lijkt me onterecht. Daar helpen wij misschien ook een beetje aan mee. Hè? De financiële journalistiek aan zich. Wij ook. Wij besteden er ook aandacht aan. Moeten we dat niet meer doen dan? Nou, dat lijkt me wel. Alleen vanwege de omvang is het van belang. Ik denk dat wij als journalisten ook gewoon kritisch moeten blijven. En ook precies steeds op de gevaren moeten blijven wijzen. En tegelijkertijd, het zijn interessante ontwikkelingen. Alleen al het sentiment wat dit veroorzaakt heeft. Toch ook na de crisis, toch de aversie tegen centrale banken, tegen politiek. En dan zoeken mensen hun vlucht naar iets wat helemaal buiten het geordende systeem omgaat. Dat is al heel interessant dat dat gebeurt. Ook veelzeggend over ons financiële stelsel overigens. Ja, en de omvang is natuurlijk enorm. Dus het kan echt grote impact hebben. Ze kunnen dit niet negeren ook? We kunnen het absoluut niet negeren. Nee. Maar we moeten wel heel voorzichtig zijn met mensen die al te enthousiast zijn. Daar heel kritisch over zijn. Net zo goed als we dat zijn over mensen die enthousiast zijn over alle vormen van echte beleggingen. Heel kritisch over zijn. En waar er fantasiefrases worden opgehangen, doorprikken. De AFM pleit ook voor meer toezicht op die crypto's, op andere digitale beursgangen. Vind je dat een goede ontwikkeling? Nou, zeker van die beursgangen ook. Dat neemt ook hand over hand toe. Dat is een soort crowdfunding-achtig. Dan neem je als het ware een aandeel in een bedrijf en je krijgt daar cryptomunten voor terug.
Ja, dat is, zijn toch geen harde euro's. Dus, en dat is ook heel gevoelig voor allerlei sjoemelpraktijken. Ja, daar wijst de AFM wel op van, kijk nou uit. Het is niet zo dat overal waar het woord crypto bij zit, dat dat dus hip is en fantastisch en winstgevend. Ja, dat is heel riskant. En je ziet ook heel langzaam dat de financiële sector opschuiven richting cryptomunten. Dat er allerlei afgeleide beleggingsproducten zijn die verbonden zijn aan die munten. En daar zegt de AFM, daar gaan we wel over. En in sommige gevallen hebben ze de aanbieders er ook op gewezen van let op wat je aanbiedt. Je hebt een zorgplicht, wat de normale bitcoin niet heeft, maar daar heb je een zorgplicht. En dan hebben ze zich teruggetrokken. Dus heel goed dat de AFM dat doet. Zit jij in de crypto's? Nee. Nee, en ik ga het ook absoluut niet doen. Nee, ik hou overigens niet heel erg van het casino. Dus nee, ik heb een hele saaie spaarrekening. Ik vind dat prima. Je blijft op safe? Ja. Oké, goed. Dankjewel, Martin. Dit was DFT Vandaag. Tot zover de column. Goeiedag.